zondag. Ja. Laatste dag van het Thomasse weekend. Ja, zeker. Ja. Wij gaan eigenlijk niet zo heel erg veel doen. Gewoon lekker veel thuis zitten met de baby's. Ik ga denk zo de baby's in bad doen. Want er is best wel veel melk op ze gemorst. Dat zien jullie misschien niet. Maar de haartjes zijn helemaal krokant. Op ze gemorst. Ze op hebben zelf gemorst. Ja, ze hebben zelf gemorst. Melk op ze hebben gemorst. Nee, dat is zeker niet waar. Ze hebben zelf gemorst. Dus ik ga ze zo denk lekker in bad doen. En daarna gaan ze nog een middagslaapje doen. En als ze dan wakker worden, krijgen jullie lekker groentehapje. En daarna is dan weer waarschijnlijk bedje tijd, hè? Ja. En Marley heeft vanmorgen gewoon uitgeslapen tot 11 uur. Supergoed. Normaal is Marley altijd degene die als eerste wakker is. Luna al lag niet te schreeuwen, maar lag wel aan te geven van papa en mama, ik ben wakker. Ja, jij was al wakker om 10 uur. Voor het eerst. Jullie hebben de rollen vanmorgen een beetje omgedraaid. Ja, wat is dit? Het is gewoon wel apart dat ze door bleef slapen terwijl Looney aan het schreeuwen was. Ja, Marley was blijkbaar heel erg moe, maar ze is ook nog steeds heel erg moe. Je ziet ook aan Marley dat ze best wel flinke walletjes heeft. En Luna een stuk minder. Ook wel walletjes, maar minder. Ja, gaan we zo lekker spelen? Papa en mama gaan eerst even ontbijten en daarna gaan we lekker spelen. Goed idee? Wil je ook vloggen? Pak maar. Pak hem maar. Ik ben nog wel even bezig, Pietje. Ik kan wel spelen. Ja. Ga maar lekker vloggen. Oh, oh. Ga maar lekker vloggen. Ze houdt de camera helemaal zelf vast. Ik ondersteun. Nou ja. Dat was duidelijk. Thomas gaat nu even een lekker ontbijtje voor ons maken. Het is een beetje laat, maar ik ben ook heel erg laat opgestaan. Jij niet? Nee, nou ja, ook niet vroeg in ieder geval ben ik opgestaan. Nee, ook laat. De baby stil kan goed doorgeslapen. Ik heb helemaal tranenoogjes van haar. Zou spinazie door je ei lekker zijn? Ik denk het wel. Moeten we een keer doen. Ik heb weinig groenten die niet lekker zijn. Oh ja, ze gingen met de trein. Een echte, hele grote trein. Grote mensen. Hij reed zo hard als dat hij rijden kon. En voor het raam zat Nijn. Nijn zat lekker naar buiten te kijken. Kijk, dat is Nijntje en dat is papa. En ze zitten lekker voor het treinraam te kijken wat er buiten gebeurt. Ja, diepe zucht. Ja, ze reden zeker wel een uur lang. Hoe lang slapen jullie ongeveer in de middag? Voordat de trein stil bleef staan. Toen stond de vader uit en zei, loop maar achter mij aan. Dit Nijntje gaat achter papa aanlopen. Ja. Jullie lopen straks ook achter papa en mama aan. Ze liepen door een lange laan, een hele lange laan, waar papegaaien zaten. Die riepen heel hard, ha die Nijn. Want papegaaien praten. Ja hè, mama vindt papegaaien een beetje eng. Jullie niet, dus jullie gewoon zijn. Dus ik ben ze lekker een broodje aan het geven. Broodje pindakaas. Dat werd mij namelijk aangeraden door het consultatiebureau. Maar Luna vindt het echt alles behalve lekker, hè, Loen? Ja. Niet lekker, hè? Barbie vindt het wel lekker, volgens mij. Ja, hè? Vind je het lekker, Barb? Oh. Nou. Ik weet het niet. Dat is nou ook niet echt hoe ik kijk als ik het lekker vind. Looney vindt het in ieder geval helemaal niet lekker. Die er stukje brood die ligt hier. Wil je nog één keer proberen? Ga maar proberen. Nee? Nog één keer? Ham. Is het zo oké? Of niet? Ondertussen ligt Thomas lekker te slapen. Hij gaat eventjes 2 uurtjes zijn bed in. Zodat hij gewoon weer net wat meer slaap heeft. En ik vind het prima. Ik bedoel, ik zit hier toch met de baby's. Dus ik slaap altijd uit. Baby's worden rond 10 uur wakker. Meestal lig ik tot 11 of tot 12 uur in bed. Dus nou, dan heb ik ook 2 uur extra slaap. En dan pikt Thomas in de middag nog een paar uur extra slaap. Is het wel oké nou? Kijk eens. Open. En misschien dat hier met heel weinig pindakaas dan. 1, 2. Hopla. Ze vindt het echt niet zo lekker. Ba? Is het ba? Zo. Nee, oké. Is goed, het is duidelijk. Jij hoeft het niet. Jij wel, hè? Nou, jij drukt hem er ook wel lekker uit. Ik zat in de slaaptijd van de baby's even de Vampire Diaries te kijken, maar
zoals je kan horen. Zijn er hier twee kleine droppies wakker? Ja. Ja, hè. Oeh, wat zijn jullie blij dat mama er weer is. Ja, wat zijn jullie blije bebes. Wat zijn jullie zulke blije bebes. Ja. Ja. Gekkie, wat zit je gek te doen met je beentjes? Oh? Wat zit je gek te doen met je beentjes? Goedemorgen, bebes. Goedemorgen, gaan we lekker groentehapje eten? Gaan we lekker groentehapje... Oh, Gina. De babbetjes hebben net lekker groentehapje gekregen, hè? Ja. En ze zijn een beetje moe, dus we gaan snel het bad vol laten lopen, zodat ze in bad kunnen. Het is nog niet eens bedtijd, maar ze zijn wel een beetje drama queenetjes. Dus ik ga even het bad vol laten lopen. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. We hebben best wel een probleem, want al het kind gaat hier loslaten. Oké. Bad wordt volgeladen. Ik ga de stoel dus er ook alvast inzetten. Zodat ze daar straks gelijk in kunnen zitten. Zo. En dan kunnen ze zo lekker in bad. En de baby's, ja, is goed. Die zitten lekker in bad. Thomas gaat alvast alles klaarleggen. En ik ga hier gewoon een beetje zitten. Op mijn stoeltje. Opletten op de bebes. Oké, de baby's die gaan hun laatste flesje drinken. Dat doen ze altijd in bed. Zodat ze dan gelijk in slaap vallen. Want als wij dat op schoot gaan doen. En we tillen ze daarna weer in bed. Dan zijn ze weer een uur wakker. Dus ja. Met huilen. Met huilen en drama. Dus dit werkt het best. En we houden ze op de babyfoon in de gaten, zodat het knuffeltje of het flesje of iets fout gaat, dan kunnen we er gelijk naartoe. En wij gaan nu gewoon eventjes lekker tv kijken. Dus echt, ze zijn nog nooit zo vroeg naar bed gegaan, maar ze begonnen... Normaal begint hun heluurtje om 6 uur en nu begon het heluurtje ook om 5:30 al, hè? Ja, maar... Ja, ik weet niet hoe dat komt. Vanmorgen waren ze vroeg wakker, dus dan zou je denken dat het ook wel later zou komen, maar... Het heluurtje was eerder dan normaal. Vanmorgen waren ze laat wakker. Ja, vanmorgen waren ze laat wakker en ook weer vroeg moe. Ja, maar ze hebben hun middagslaapje niet goed gedaan. Ze hebben maar een half uurtje geslapen. Zelfs Looney. Zo, dat is wel... Ja, daarom. Daarom zijn ze denk ik nu zo moe. Oké, wij gaan lekker kijken. Heel erg bedankt voor het kijken van deze vlog, jongens. En hopelijk zien we jullie gewoon morgenochtend om 6 uur weer met een nieuwe vlog. Ja, tot morgen. Doei!